nou eens even voor aan de mensen in Nederland. Wie is Gaston Taument? Ga je gang, ik ben even weg. Veel plezier. Ik ben Gaston Taument. Ik ben een rechtsbuit van Feyenoord. En ik denk dat de meeste mensen me denk ik wel kennen. Maar je hebt jezelf niet voorgesteld nou, hoor. Ja, dat is toch geen verhaal? Vertel dan gewoon hoe oud ben je, hoe lang speel je bij Feyenoord? Ik speel 5 jaar bij Feyenoord. Nou, precies. En dat je 23 nog... jaar, ik woon in Zoetermeer, een vriendin, twee honden. Hoe heet die vriendin? Hedies. Juist. Peuterleidster. Juist. En wat nog meer? En ik heb het naar mijn zin, ik woon pas samen. Goed, en je hebt nog we zijn nou schreef, hoe lang nog contract bij Feyenoord? Tot 1996. Nou, kijk aan, hier. Nou, dat is het. Jongen, dat moet ik dan allemaal weer doen. Spaan die zegt dat jij in het Nederlands elftal moet. Nou ja. Ja, dat heeft hij vorige week gezegd. Ik heb één wedstrijd. Henk Spaan zegt dat Taument moet in het Nederlands elftal. Nou, ik hoop ook erbij zit bij de tweede. Maar ik zeg dat Overmars erin moet. Ja, maar dan krijg je daar weer een discussie van wie aan de rechterkant moet. Ja, ik heb één keer Schotland bijgezet. Dan moet ik toch niet gelijk in het Nederlands elftal staan. Oh, dus je wil er niet in? Ja, tuurlijk wel. Als jij je terugtrekt, dan zijn we er gaan uit, dan wordt het Overmars. Jullie zijn nou gewoon proberen om een discussie te krijgen van wie er op de rechterkant moet. Ik zeg het nog een keer, Overmars in het Nederlands elftal. Nou, dat is goed. Ja. Succes. Nou, zeg. Kijk, en dan moet jij zeggen, nee, ik moet in het Nederlands elftal. Tuurlijk. Hey, ik blijf niet alles voor zeggen, hoor. En je bent hartstikke snel op de eerste 10 meters, hè? Ja, dat is wel een van mijn sterkste punten. Volgens mij ben jij sneller nog dan Overmars, of niet? Hoe begint hij weer? Jullie proberen een week allemaal vergelijking te maken tussen mij en Overmars. Maar ik... Hey! Nee. Jij gaat er hartstikke goed langs. Ja? Maar je scoort te weinig. Ja, ik probeer het toch. Ja, maar luister... Maar ik denk ook dat ik wel een beetje van assisten ben natuurlijk. Voorbereidende acties, dat kan je daar ook nog aan kijken natuurlijk. Maar ja, scoren, dat is gewoon een van de mindere punten. De assisten. Kijk, nou, dat is ook wel belangrijk. We zijn toch niet met ijshockey bezig hier? Nee, assist. Als jij in het Nederlands elftal wil, dan moet jij gaan scoren. Ik zal mijn best doen. Kijk, die Overmars die prikt er af en toe gewoon eentje in. Waar ga je nou heen? Wordt Feyenoord nog kampioen? Ik geef het nog niet op. Of wij geven het nog niet op. Feyenoord geeft het landskampioenschap nog niet op. Gaston. Ja, je kan wel denken. Gaat zitten lachen. Ja. Nee. Zijn we klaar? Denk het wel. Ben je er een beetje moe van? Ja, ik ben er een beetje moe van. Ja? Met die vergelijkingen steeds en... Met Overmars? Ja. Daar word je niet goed van. Nee, want dan krijg je dadelijk weer... Dat wordt dadelijk weer heel soort ding in Nederland. Als ze dat weer gaan doen. Wat? Discussie Taument Overmars? Ja, maar dat is ook een discussie. Heb je het met Overmars er al over gehad? Nee, ik heb wel met hem op de kamer gelegen, maar we hebben hem niet over gehad. Oh, je lag met hem op de kamer in Schotland? Ja, nou, ik heb wel eens vaker met hem op de kamer gelegen, ook bij Olympisch elftal. Dat is een leuk ventje. Dus dan vlak voor het slapen gaan nog een leuk verhaaltje en dan zeg jij tegen hem... Maar ik speel dit Nederlands elftal wel even uit.